Goedemiddag, tweede sessie Fast Forward Insights, The Age of Flux, de snelstroom. En we zitten nu in de boardroom, want we gaan innovation in de boardroom spreken. Dus welkom aan tafel bij mijn board deze middag. En we hebben heel geïnteresseerde partijen hier omheen zitten die allemaal al vragen hadden in de vorige sessie. Omdat we innovatiestrategie ook vooral zien als iets wat vanuit de top-down georganiseerd moet worden, maar bottom-up vaak ontstaat. Het is altijd een heel ingewikkeld proces en je hebt alles daarbij nodig. Dus ik ga jullie alvast even meenemen langs mijn board dit komende drie kwartier. En ik heb hier zitten Peter van Burgel, de CIO van AmSix. Ja, en dat is een hele leuke organisatie, want het is een vereniging. Je vertelde mij, een vereniging van MKB'ers. Die op een internationaal platform acteren. En dat is best ingewikkeld om dat te besturen. En we hebben Mary Jo DeLeo, onze tech rebel, die onder andere ook hier en daar voor Talpa op de televisie onze mensen helpt te verhelderen wat tech en ontwikkelingen en innovatie en disruptie nou eigenlijk met ons doet als consumenten, maar ook organisaties. Er zitten meerdere boards en je beweegt denk ik overal, maar je beweegt ook wat je aanraakt. Want ik merk dat jij altijd wel een verhaal erbij hebt en dat vind ik echt heel gaaf. Dank je. En we hebben Hielke Sprangers. Jij hebt jouw kennis van de technologie gebracht in organisaties en de technologische innovatie gebracht. Onder andere als laatste bij Talpa. En inmiddels heb jij tot het de kunst verheven om daarin ook te gaan onderwijzen en als docent aan de Universiteit van Erasmus de executive en business opleiding voor techmensen op te zetten. Zeker. Helemaal te gek. Ja. Dus ik heb een hele interessante board vandaag. Innovation in the boardroom. Er is best wel veel perspectief om naar te kijken. Als ik vanuit mijzelf kijk, ik ben meervoudig commissaris. Ik kom in verschillende boards bij verschillende organisaties, zowel als privaat als publiek. Staat innovatie niet altijd op de agenda. En dat is wel echt iets waar je bewust, is mijn eigen ervaring, tijd voor moet maken om te zorgen dat je dat gesprek daarover organiseert. En dat er vaak vanuit toezichthoudende raden, commissarissen, raad van toezicht, meer ontvangend wordt opgesteld dan acterend of pushend daarin. Zo zie ik dat dan. En zo ervaar ik het ook. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben bij jullie, is dat Peter vooral te maken heeft met techneuten in een organisatie die elkaar prima verstaan, maar bestuurlijk wellicht nog wat bij te leren hebben. Jij komt uit een organisatie waar heel veel snelheid altijd is geweest en de drang en de urgentie om te innoveren heel hoog is geweest. En jij hebt daar een wijsheid over opgedaan die je graag mee wil geven aan de toekomstige executives. Ja. En dat is eigenlijk zeg maar dat de mensen die jij hebt, die wil jij gaan helpen om meer bestuurlijk te worden. En wat Mary Jo vooral doet, is in die boardrooms de wijsheid over de technologie te brengen. Ja, en ook te kijken wat überhaupt de definitie is van innovatie. Want we hebben het nu over innovatie, maar voor de een is innovatie bijvoorbeeld in tijden van een lockdown een ouderwets schoolboek vertalen naar drie PowerPoint sheets. En voor de ander is het gewoon een heel nieuw lessysteem optuigen. Dus ja, voor mij begint het altijd, wat is de definitie van innovatie? Dus ja, het is ook wel gestrekt been en proberen de boel in beweging te krijgen. Maar vooral te kijken, waar hebben we het met elkaar over? En wat is dan de gemeenschappelijke deler? Ja, ja. Ja, en de ene is daar veel bouter in dan de ander. Het definiëren van innovatie, Peter, hoe gaat dat bij jou in jouw organisatie? Ja, met vallen en opstaan. Ik herken dat volledig. Je zei het mooi, hè? We zijn een bedrijf wat eigenlijk ontstaan is vanuit technologie. We hebben een technisch probleem opgelost destijds. En dat doen we nog steeds, dat doen we heel succesvol. Wereldbrand geworden. Dus dat technische hart is gewoon heel sterk. Ja, vervolgens ga je dan hebben, we gaan innoveren. Dat lukte moeilijk, dus we hebben dat op een bepaald moment een beetje at arm's length gezet. En echt van buiten naar binnen geprobeerd dat te organiseren. En dan verlies je eigenlijk een deel van je organisatie. Dus wij zijn nu aan het schuiven waar we het meer hebben over, we willen geen idee verloren laten gaan. Want als we er namelijk een stickertje innovatie opplakken, dan vindt de een dat inderdaad PowerPoints. De ander vindt dat nieuwe technologie. De volgende vindt het markt, zoals in de vorige sessie. En ja, dat geeft het een bepaalde lading, waardoor we het eigenlijk afremmen.
Dus maakt het uit of je aan het verbeteren bent of aan het vernieuwen nou ja, bent? Maakt dat echt uit? Het maakt enerzijds wel uit, omdat dat denk ik ook te maken heeft met het type mens dat daarbij betrokken is. Dus de een is gewoon heel goed in het verbeteren en de ander is beter in disruptief. In het vorige gesprek ging het ook over angsten die mensen daarbij hebben. Dus ik denk wel dat het uitmaakt, echter, ja, niet vanuit de boord, wat mij betreft. Alleen als je niet oppast, zit je toch te praten over uit welk potje komt het. En dan ineens maakt het wel uit, terwijl dat natuurlijk ja, een beetje oldschool is over het geld, in plaats dat je, ja, je wil die ideeën stimuleren. Ja, ja een mooie quote is dat, we willen geen idee verloren laten gaan. Nee. Maar hoe organiseer je dat dan in de boord? Want het met elkaar zowel besturen als toezicht houden, hè, de combinatie van georganiseerde tegenspraak in de boord, hè, de operatie voortzetten en het vooruitkijken en waarde creëren. Hoe organiseer je dan dat je niet verzandt inderdaad in een potjesmodel? Hoe stimuleer je dat? Nou ja, zoals wij dat doen is toch weer met vallen en opstaan. Dus wij hebben om te beginnen gezegd, we gaan innovatie organiseren vanuit niet een return on investment model om te beginnen. Maar we gaan daar budget en tijd voor vrijmaken om, ja, wat het dan ook is, uiteindelijk innoveren. Nogmaals, iemand vrijgespeeld, een aantal mensen vrijgespeeld om echt aan de buitenkant van de organisatie ja, aan de slag te gaan met hoe worden wij nou gepercipieerd. En welke diensten leveren wij die de core zijn lekker zo laten en wat zouden we nou anders kunnen doen waardoor we meer waarde creëren. Nou, dat heeft heel veel nuttige inzichten opgeleverd. Alleen ja, dan ga je terug je organisatie in waar heel veel technici zitten die allemaal zeggen, ja, maar hoe ga ik dat dan programmeren of hoe ga ik dat... Ja, en misschien is het wel niet techniek, is het juist meer de... Dus daarom zijn we het nu weer wat terug naar binnen aan het halen en zorgen inderdaad dat we met meer mensen daarover kunnen spreken, sparren, tegen de muur gooien, wat plakken, allemaal dat soort initiatieven. Tegen de muur gooien ook. Ja, ja letterlijk. Hè, het goed door elkaar heen schudden, aan alle kanten challengen. En dan uiteindelijk ja, moet iemand een keuze maken. En dan gaat het toch over budget en tijd en hoe ga je daar dan in investeren. Dus ja, wij zijn echt aan het zoeken. Soms gaan we gewoon te hard en moeten we afremmen omdat we mensen verliezen. Ja, en regelmatig, ben je misschien ook een beetje CEO Prerogative, gaat het mij dan niet snel genoeg. Dus is het ook vooral duwen. Nou, die richting willen we op. En jongens, hup, aan de slag om daar de ideeën te concretiseren. Dus ik hoor vooral ook dat je, naast dat je er ruimte en budget voor maakt, dat je ook moet zorgen dat je die verbinding behoudt met je organisatie. Ja. Dat men zich verbonden voelt bij het... Absoluut. En nog eens terug willen vernieuwen. Ja, wat meer in maar de vraag zei. Is ook, hoe agendeer je dit? Want je kan wel allerlei ideeën hebben en ik wil de hele wereld willen veroveren. Duizend maar als je het niet geagendeerd krijgt, dan houdt alles op, denk ik. Nee, helemaal mee eens. Maar daarom dat we vanuit de board, ook de commissarissen gezegd hebben, ja, we gaan het dus echt als een focuspunt neerzetten. Zit in mijn target, er is budget voor, er is geld voor. Maar betekent dat je dan van bovenaf een opdracht krijgt die je dan met elkaar gaat uitvoeren? Of denk jij soms, ik heb een goed idee, ik ga nu kijken of er budget voor is? Want het zijn natuurlijk twee verschillende trajecten. Nee, ik vind dat we de randvoorwaarden geschapen hebben om te kunnen innoveren. Ik geloof er alleen niet in dat je nou eens in een kamertje gaat zitten en nou, we gaan eens lekker innoveren. Het gebeurt of het gebeurt niet. Je kan het wel organiseren dat als ideeën dan ontstaan dat je dat vervolgens in die funnel kunt stoppen en veel fast en al dat soort dingen kunt gaan toepassen. Maar ik geloof er niet in dat je van, wat is nu het goede idee? Dat moet ontstaan en dat ontstaat aan de rand van je bedrijf. Interactie met de markt, met je klanten, mensen die in de operatie zitten en ideeën hebben hoe dingen beter kunnen. En die je dan richting Hielke stuurt voor misschien een andere... Nou, misschien. Maar een aantal komen bij Hielke vandaan ook. Maar absoluut. Dus ja, ik pretendeer niet dat ik als CEO de beste ideeën heb op dat vlak. Maar het wakker houden in de boardroom op dit onderwerp is echt nog niet eenvoudig. Nee. Als ik al kijk naar mijn eigen boards, is het bewust creëren van ruimte en tijd, maar ook... Het wakker blijven daarop. Hè. Het is niet iets wat je maar één keer in het jaar met de strategie of de heidag of de been op tafel sessie bespreekt. Het is wel iets wat aanhoudend terug hoort te komen in het programma. Waarbij ik ook denk dat je als boordje moet laten informeren. Dan wel mensen uit de organisatie daarin moet hebben. Maar daar heeft hij ook een... Nou ja, ik vind dat bijna de verkeerde vraag. Het wakker houden van de board. Want dan heb je gewoon een verkeerde board. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, het board zal het bedrijf wakker moeten houden. Dus de board moet zorgen dat innovatie in de core van de strategie zit. In het core van het bedrijf. En heel,
één stap terug. Waarom is innovatie? Hè, de definitie van innovatie is heel simpel. Dat is gewoon nieuwe dingen doen en die naar, de markt brengen. Ja. Hè, dat is dus de, en waarom is het zo belangrijk? Omdat de wereld zo snel gaat en exponentieel sneller gaat. Hè. Dat zijn die grote macro-economische golven. Die gaan steeds sneller. Die worden allemaal gedreven door nieuwe technologie. En, om die bij te houden en om te differentiëren, en strategie is niets anders dan differentiatie, moet je continu innoveren. En dat betekent dat je strategie in de core van je strategie moet, innovatie in de core van je strategie moet zetten. En dat is echt een boardtaak. En als ze dat niet doen, en als de CEO dat niet doet, kan die beter gaan tuneren. Dan moet hij dat bedrijf niet gaan leiden. Ik ben het helemaal met je eens. Dat mag ook absoluut. Zeker wat betreft de besturende board, maar als toezichthoudende board. Dan moet je de juiste vragen stellen. Ja, en daar ligt wel mijn hart. Hè. Ik hou erg van het stellen van de Socratische vragen. Ja. Zowel met wat we nu aan het doen zijn, maar ook met wat gaan we doen als organisatie. Wat is onze ambitie? Wat is duurzaamheid? Wat is transparantie? Hè? De grote vragen durven stellen. Om ook terug te kijken naar, ja, wat zijn we dan nu aan het doen en waar moeten we straks mee bezig zijn? En hadden we daar niet dan al aan moeten beginnen? Ja. Dus in mijn optiek zijn er drie belangrijke taken voor de board. Dan heb ik het even over de executive board, niet over de supervisory board. Dat is naar je eigen kennis en samenstelling kijken, dat is één. Twee, je strategie definiëren, je grote visie. En drie, je innovatiesysteem optuigen, zodat je vervolgens op basis van die visie bottom-up kan innoveren. Dat zijn de drie belangrijke taken. En als je naar die samenstelling kijkt, dan is het natuurlijk, hè, de CTO of de CDO hoort in de board. Dat is sowieso een no-brainer. En vervolgens moeten alle andere boardmembers ook technische kennis hebben. Net zoals de CTO en de CIO, businesskennis, die moeten met de business, want uiteindelijk gaat het om business outcomes, alleen maar die moeten dat ook kunnen driven en kunnen snappen en kunnen vertellen. Maar die technische kennis is ook heel belangrijk. Ja, maar hoe breng je is die board er al? Ja, en hoe breng je die? Want in de board waar ik zit, daar ben ik de enige met technische kennis. En af en toe dan vraag ik iets of dan vertel ik iets. En dan krijg ik de vraag terug, sorry, in welke taal zat jij net te praten? Ja, dus ik denk, ja. Nou, hoe dat breng je dan de technische kennis dan? Nou ja, voor iedereen geldt, dat geldt voor mij ook, dat het is wel lifelong learning. Het is wel constant bijblijven en elke avond bij lezen, zoals ik dan doe, om bij te blijven. Maar de gemiddelde board, of althans members, die iedereen zegt, wij zijn hiertoe op aarde met een ander doel. De ander zegt, ik ben voor finance, de ander zegt, ik ben voor HR. Ik ben dan ingebracht als techneut. En zij gaan ervan uit dat ik hen technisch bijbreng en vertel wat er aan de hand is. Ze hebben helemaal geen behoefte aan technische kennis of te horen wat de innovaties zijn. Want daarvan zeggen ze al, daar hebben we jou voor. Dus jij zegt nu, iedereen moet technische kennis hebben. Maar hoe doe je dat? Nou, ik vind het een eerste hele goede stap dat er dan een technische iemand in de board zit. Ik ben vorige week nog in een board op staande voet ontslagen, hè, om die reden. Dus dat is een hele slechte ontwikkeling. Ja, misschien deel wel. En het gaat natuurlijk niet zo. Met technische kennis bedoel ik natuurlijk niet dat je zelf hoeft te programmeren. Dat is hartstikke leuk natuurlijk om te doen, maar dat hoeft niet. Maar je moet wel weten wat het is en wat de mogelijkheden, wat je ermee kan, hoe jouw business gaat veranderen. Maar niet iedereen wil dat. Niet iedereen wil weten. Maar ja, dan zit je toch in de verkeerde stoel. Maar dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Want is er überhaupt nog een bedrijf waar geen tech IT of nou, ik kan er namelijk zelf, hè, in het voorgesprek met Mary Jo hebben we proberen te bedenken welk bedrijf heeft nou niet iets met IT of software te maken. Is het er überhaupt nog? Bestaat het eigenlijk nog wel? Nee, elk bedrijf is een techbedrijf. Ja, ik kan zelf eigenlijk, zeg maar, tot aan productiebedrijven aan toe, kan ik me gewoon niet meer voorstellen dat we het niet hebben. Ik was van de week nog op een bedrijfsbezoek. Met de ijzergieters? Ja, de kunststofspuitgieterij. Oh, ja. Ja, die zijn in hun eerste jaar van de fabriek en de productie. En die waren gewoon 3 maanden helemaal lam. Want hun software was gegijzeld. Ja. Geen broncode, geen aanpassingen. Niks te doen. Nada. Ik wil er wel op reageren. 2 dingen. 1, ik ben blij dat we heel veel boxen tikken, hè, van jouw eisen die we moeten hebben binnen de board. Het heeft wel, het heeft me tijd gekost om mijn executive board zover te krijgen. Hè. Dus ik heb een heel nieuw team, want het oude team
was daar misschien... Hoeveel procent vrouwen trouwens? Even. Helaas 25% slechts, maar toch al... Bijna. Maar als je kijkt binnen het hele bedrijf zitten we ongeveer wel 50-50, dus dat is dan wel weer een voordeel. Maar ik had liever meer vrouwen in, ook in mijn executive board gehad. Maar een nieuwe board? Mijn supervisory board is helaas alleen maar man. Wij moeten straks praten. Precies. Ja, daar moeten we echt wat aan doen. Dus dat is één aspect, maar het tweede aspect wat ik wel ook wel vaak merk is dat we proberen vanuit de executive board dus die urgentie te organiseren. We hebben 3 speerpunten in onze strategie. Speerpunt 1 is innovatie. Zo communiceren we dat ook. Daar hebben we geld voor vrijgemaakt en dergelijke mensen voor vrijgemaakt. Maar we hebben ook te maken met een organisatie die misschien wel wat lijkt op de zorg soms. Hè? Dus een soort high reliability organisatie. Waar die operationele kant ook heel erg sterk is van ja, maar het moet wel blijven werken. Dus het is ook een heel belangrijk stuk van change management wat we door moeten om te zorgen dat die mensen durven te innoveren. En dan kun je wel zeggen, nou, hier heb je de vrijheid, hier heb je het geld en je mag fouten maken, fail fast. Maar ja, ga dat maar eens zeggen tegen mensen die gewend zijn om nooit fouten te maken, om proberen iets altijd te laten werken. Dus dat is een aspect. Kun je zeggen, moet ze vervangen? Ja, om nou... 70 man bij de deur eruit en weer 70 erin, dat is ook niet natuurlijk het model. Maar wel als het uiteindelijk iets toevoegt. Hè, dus ook in het personeelsbestand zie je een verversing. En de laatste die we dan nog hebben, is dat we ook nog een heel complex, of heel complex, maar we hebben 20 nationaliteiten. Waarvan veel Zuid-Europees, Oost-Europees, ja, en die vinden dat cultureel nog een keer moeilijk om op die manier in te zetten. Dus ook al organiseer je het op een manier dat je denkt, nou, dat zijn, al die boxen zijn getikt. Ja, dan heb je nog steeds met het menselijke aspect te maken dat je je organisatie daarin mee moet nemen. Wat tot vertraging leidt of waar je echt hard moet werken om te zorgen dat die durf er komt en dat die mensen dat willen doen. Om dus vanuit de bottom-up kant nou echt te zeggen, het mag, je mag fouten maken, je mag ideeën, je mag buiten de lijntjes kleuren, je mag. Dat is best lastig. Ja, ik ben het wel met je eens. Hè. Dat is wat ik dat derde aspect noemde, wat de board moet organiseren. Hè. Dat is wat ik dan een innovatiesysteem noem. Hè. Ja. Dat zijn je instrumenten die innovatie faciliteren, eigenlijk dicteren binnen je bedrijf. En een van de elementen is gewoon je innovation appetite. Ja. Eigenlijk de cultuur binnen je bedrijf. En je moet heel duidelijk definiëren van... wat is de ratio van dingen die je probeert versus dingen die lukken? Bij Talpa was dat 200 staat op 2. Oftewel 198 dingen die uiteindelijk niet succesvol zijn op de manier waarop wij willen of zouden willen dat ze succesvol zijn. Dat is een enorm, betekent dat je enorm innovatiekracht moet hebben. Ja. Nou, andere bedrijven zitten veel meer op 1-5 bijvoorbeeld. Anderen proberen op 1-1. Dat lijkt me heel erg moeilijk. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van je cultuur. Daar ben ik helemaal, hoe breng je dat eigenlijk dan, zeg maar, vanuit de board, dat standpunt? Hè, want dat is echt een ratio wat je noemt. En dat is iets wat je zou kunnen dicteren aan je organisatie. Dat, ja, en dat accepteer je ook in je investments. Maar dat moet er ook uitkomen in het vraagt ook iets aan je organisatie. Als ik zo naar Peter luister, hè, dat het is natuurlijk vooral ook mensenwerk. Dus zijn mensen in staat tot? Hè, zit het in hun profiel, in hun DNA, in hun persoonlijkheid om anders te kijken? Ik kan me voorstellen dat techneuten niet altijd de meest creatieve personen zijn. Die daar misschien soms ook voeding bij nodig hebben om dat te doen. Wat het moeilijk maakt is dat, ik ben het helemaal eens dat je het enerzijds vanuit de top organiseert en de faciliteiten ervoor creëert en dat je bottom-up vervolgens de ideation en de creativiteit ontstaat. Ja. Maar ook in het vorige gesprek ging het over, heb je daar dan de tijd voor? Hè? Maken mensen daar zelf de tijd voor, ook al geventjes? Dus het heeft te maken met lef en durf. Aan de andere kant, als ik gewoon kijk naar mijn organisatie, ja, word ik soms gek. Bijna van frustratie, want het potentieel is oneindig. Het potentieel is er. Mm-hmm. En het is echt het change management aspect waar we in zitten, beginnend aan de top. Maar waar word je dan gek van? Nou ja, dat je dus opportunities ziet. En maar dat die landen dan niet in de board? Of daar krijg je geen podium voor? Of nee, dat soms mensen niet realiseren hoeveel vrijheden ze misschien wel hebben om te kunnen innoveren. Of hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Of hoe, omdat we komen uit de fase, en dat is de change management kant ervan. Kijk, Amsix is ontstaan om een probleem op te lossen. Is 20 jaar lang super innovatief geweest, omdat er namelijk technologie nodig was die er niet was. Ja. Die zelf bedacht hebben. En nu zitten we in een fase waarin heel veel van die technologie gewoon van de plank te koop is. Dus het gaat niet meer over het innoveren op dat stuk. We moeten nu op een andere manier innoveren waar we waarde toevoegen aan klanten. Nou, dat vinden een aantal van die technici lastig, want ja, we waren toch zo goed in het innoveren van techniek.
Dus het is weer dat change management aspect wat dat en daar zit jouw frustratie dan? Nou, frustratie klinkt negatief. Ik moet het anders zeggen. Ik zie ontzettend veel potentieel wat ik probeer te ontsluiten binnen de organisatie en daarmee binnen de markt. En dat lukt moeilijk doordat je dan of vastzit in je operatie of omdat je in je change proces zit om je mensen daar te krijgen. Het kost gewoon tijd. Maar het is niet iets, als we het dan hebben over de board, waarvan je zegt dat breng ik naar de board en dan hoop ik dat daar een klap op gegeven wordt, waardoor je weer terug kunt naar de organisatie om het uit te voeren? Ik zal niet ontkennen dat wij als board af en toe sneller kunnen beslissen. En dat we daarmee meer oemf brengen in het proces. Absoluut. En als die beslissing er dan wel gewoon is, hè, want ik hoor heel veel verschillende dingen. Er is ruimte, er is budget, ja. Maar het moet uit de mensen komen. Ik hoor wat Mary Jo zegt van ja, je neemt de beslissing en hup de push de organisatie in. En ik hoor Hielke zeggen, het is een ratio, weet je. 200 ideeën en uitkomst 2 kan je bijna dicteren. Hè, we hebben budget en mensen gaan het maar realiseren. Maar wat is er dan nodig in een organisatie om dat greenhousing, hè, om het maar zo te noemen, in een organisatie tot realiteit, tot dagelijkse werkelijkheid te maken? Dat mensen elkaar stimuleren om ideeën te hebben of mensen elkaar gunnen en stimuleren in de werkkring om tot nieuwe ideeën te komen. Hè. Ik hoorde jou zeggen, we laten geen idee verloren gaan. En ideation en niet zo gedoe maken over verbeteringen en vernieuwingen en het verschil daartussen. Maar is dat dan ook een taal? Is dat dan ook een vorm van werken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je op een heleboel punten moet stimuleren. En nogmaals, vanuit de board moet je wel je grote visie neerzetten. Hè, van op welke domeinen wil je innoveren? En vervolgens moet je de instrumenten neerzetten om dat te kunnen doen door de mensen. Hè, dat is cultuur, dat is ook forward-looking, hè, dat je goed horizon-scanning doet, welke trends zijn er. Dat is ook bijvoorbeeld van welke toolset heb je. Is dat M&A, zijn dat brainstorms, is dat een innovation lab, zijn dat incubators, hè, welke funding geef je waar. En vervolgens heb je dan ook nog gewoon, wat ik een lekker model vind, is gewoon je executiefunnel. Hoeveel ideeën worden gegenereerd en hoeveel komen er uiteindelijk uit. Eén daarvan is dan ook gewoon echt je cultuur waar jij het over hebt, heel belangrijk en heel terecht. Ja, in mijn optiek moet je daar al echt aan de poort mee beginnen. Het was bij Talpa was het gewoon onderdeel van de sollicitatie. Ook kan je omgaan met mislukkingen. Want hoe vaak ik, maar ook mijn teams, iets prachtigs hadden gemaakt, maar het werkte toch niet helemaal in de markt. Ja, dan wordt het gelijk gekild en dan begin je weer overnieuw. Ja, 198 na 2, dan moet je vaak iets killen. Nou, dan moet je wel tegen kunnen. Dus het is wel die cultuur en die samenwerking. Ja, dat is ook, vind ik, dat het begint wel echt bij management, hoor. Dat die beginnen samen, dat die echt samenwerken en een gezamenlijke visie uitdragen. En dat door. Maar Hielke, is het dan zo dat je dan eerst bedenkt waartoe je op aarde bent en dan kijkt naar innovaties die je daarbij kan toepassen? Of heb je zoiets van, we gaan gewoon kijken naar innovaties en dan zien we wel hoe we dat in dat grotere verhaal passen? Want dat zijn twee totaal verschillende strategieën richting boord namelijk. Ja, ik geloof, maar er zijn natuurlijk, ja, het is niet het enige model, maar er zijn veel modellen. Maar ik geloof wel in het model, hè, dat je vanuit de board die grote visie neerzet. Ja. Hè, dat noemen ze dan de deliberate strategy. Ja. En dat je vanuit de organisatie de invulling doet. Hè, de emergent strategy. Ja. En die moeten bij elkaar komen. En een voorbeeld, ik ben absoluut geen Google-fan, maar dit hebben ze wel heel erg goed ik gedaan. Hè, die hebben een hele grote visie neergezet. Hè, de big vision is, wij organiseren alle informatie uit van de hele wereld. Dat is de visie vanuit de board, met alle funding die ze erbij leveren, maar bottom-up wordt gekeken. Nou, oké, we hebben Google Maps dan op een gegeven moment, Android is dan geacquireerd, mail is erbij gekomen, maar alles rond die visie. Dus die hebben heel mooi top-down en bottom-up bij elkaar gebracht. Ja, dat is wel heel grappig. Wants to be the next Google. Ja, wel ook lastig om je vanuit een hele snelle organisatie. Hè? Ik zie Talpa als een snelle organisatie. En een tech-neute organisatie, waarbij zeg maar tech geen geheimen heeft, zoals bij jou.
kijk ik naar wat ik doe. Ik ben meer de governance persoon, zeg maar. Hè, als jurist en econoom die daar heel veel affiniteit mee heeft. Met die zeg IT. Je daar dan mee dat je meer terughoudend bent? Of nee, zo? Niet terughoudend. Maar ik probeer, zeg maar, jullie werelden te leggen op de minder snelle werelden die evengoed in die existentiële crisissen zitten. Van doen wij er nog toe straks? Wat moeten wij wel doen? Wat moeten we niet doen? Die andere budgetten hebben. En heel veel moeite hebben met de nieuwe taal en de nieuwe snelheid. Dat is gewoon niet eenvoudig. En ik kan me vanuit de boards die ik ken me heel goed voorstellen dat elke vergadering opnieuw praten over innovatie. Ja. Niet echt direct, zeg maar. Ik heb eerder dat ik bij board meetings begin met hoe is het met de veiligheid? Ja, als het een bedrijf is waar veiligheid voor het personeel belangrijk is, dan is dat voor mij een eerste vraag. Het is niet hoe is het met de innovatie. Maar is dat dan ook niet de parallel naar de gemiddelde samenstelling van een board? Want als je het over innovatie moet hebben en je hebt een board wat gemiddeld bestaat uit, moet even politiek incorrect zijn, 6 grijze mannen van 70 jaar die denken dat, weet ik veel, Apple een vrucht is in de vruchtenschaal. Ja, als je dan gaat hebben over innovatie, dan heb je het gesprek al gemist en de discussie gemist voordat je überhaupt van start kan gaan. Zeker ervaring mee. Ook, denk ik, ervaring van mee als, om innovatie door te kunnen vertalen, denk ik. Maar ik wil niet politiek incorrect zijn. Je chargeert hem wel, maar iets minder extreem. Inderdaad, heb ik die ervaring ook gehad als enige eerste vrouw, 40 collega's, stuk of 8, age gap, Peter, een soort jaar. Van beschamend knikken. Klopt. Is niet eenvoudig om dan inderdaad het gesprek te hebben over een IT-investering van 1,4 miljoen. En dan je collega-toezichthouders vragen te horen stellen, terwijl je net nog iemand geholpen hebt op het netwerk te komen om het paperless vergaderen vanaf de iPad geslaagd te maken voor die paar uur. Nee, die ervaring heb ik ook zeker gehad. Maar dat is ook een gek gesprek. Want voor jullie is het kennis die niet gek is. Hè? Het is een taal die je spreekt. Het is een dagelijkse realiteit. Maar in heel veel organisaties is dat niet zo. Ik denk dat ook heel vaak de IT-verantwoordelijken niet per se al eigenlijk, zeg maar, een prominente stoel heeft gekregen in de boards. Ja, ik weet niet of IT nou per definitie dan innovatie is. Nee, digitaal is mijn bread and butter, dus wij vinden dat voorwaardelijk. Ja. Ja, dus we zeggen het net, hè, ik denk dat elk bedrijf eigenlijk een soort techbedrijf geworden is en dat de digitale kant ervan voorwaardelijk is om. Zelfs in het voorbeeld van de schoenen net. Maar dat is niet per definitie dan IT, maar het is wel een zeer belangrijk component. Kijk, ondanks dat het allemaal mannen zijn, zijn ze best gedreven door innovatie bij ons, de supervisory board. Wat is de gemiddelde leeftijd, weet je dat? Ik denk eind 30, begin 40, zo ja. Jong. Ja, dus ik denk dat we veel van die boxen getikt hebben. Alleen, nogmaals, het change management aspect blijf ik toch benadrukken, is een belangrijke. En ik denk ook dat er bijna een soort twee tempo's zijn. Dus vanuit die digitale transformatie in technologie gaat het keihard. En wat je zegt, het versnelt eigenlijk alleen maar door die technologie. Maar er zit ook een menskant aan. En of je nou 20 bent, 40, 60 of 80. Ik ken mensen die al lang gestopt zijn met werken, maar veel nieuwsgieriger zijn en innovatiever zijn dan sommige mannen of vrouwen van 25, 30. Ik denk dat curiosity, nieuwsgierigheid, ook absoluut een element is. En zeg maar tussen het bestuurlijk innoveren of innoveren in de boardroom. Hey, ik ben nog steeds aan het stoeien met van, zijn we al toe aan een innovatie in de boardroom of moeten we de innovatie nog de boardroom in zien te krijgen? Maar we hebben een vraag aan het publiek. Ja. Wow. Oh. Wow! Als je gewoon wil dat ik de zaal uitga, dan mag je het gewoon zeggen hoor. Ja, Giet van de Koning, ik verdrink een beetje in jullie discussie, want het lijkt alsof hier het innovatiedoel is, terwijl innovatie meestal wordt gedreven door of een business opportunity of een bedreiging van buitenaf, waardoor je in je organisatie wil faciliteren dat die dingen getackeld worden. En Ilke was de enige die daar eventjes kort aan refereerde. Je hebt een strategie, een visie en je gaat proberen innovatie die visie te laten helpen realiseren. Dus ik zou graag wat meer willen zien van, oké, hoe ga je nou vanuit je board dat proces in je organisatie
handen en voeten geven om daadwerkelijk je businessdoelen en je bedreigingen van buitenaf te tackelen? Dus ik weet niet of daar ik vind het een hele mooie vraag. Opmerking en vraag. Als je het aan mij vraagt, als we kijken door onze hele revolutionaire historie in ons bedrijfsleven, productie en mens zijn en bestaan, hebben we altijd geïnnoveerd. Exact. Dus de innovatie als urgentie in je boardroom is voor mij een no-brainer en geen vraag. Ja, maar niet als een intrinsiek topic van Laura gezellig morgen eens even een middagje in de agenda zetten, gaan we gezellig met z'n allen innoveren. Zo werkt het niet. Er is altijd een aanleiding om te innoveren. De urgentie, de bedreiging en de toegevoegde waarde. Daar ben ik helemaal met je eens. En innoveren hebben we altijd al gedaan. Alleen de snelheid waarin dat nu gebeurt, door de globalisering van bereikbaarheid, informatie, transparantie en technologie, maakt dat we het bijna niet kunnen bijbenen. En dat bestaande modellen in mijn ogen af en toe kraken onder de druk van juist die urgentie. Dus ik ben nog heel erg aan het stoeien met het onderwerp, maar we hebben nog een vraag. En dan wil ik ook graag horen hoe jullie denken over de vraag. Wout Smits, even daarop aanhakend. Ik denk dat inderdaad de snelheid van veranderingen deze tijd juist iets anders doet, namelijk omgekeerd. Dus niet alleen van, ik zie een bedreiging of ik zie een opportunity en die ga innoveren om die te bereiken. Nee, innoveren is tegenwoordig juist het vinden van die opportunity. Dus dat je zegt van, ik ga vanuit innovatie, ga ik heel iets anders doen dan wat de markt doet. En daarmee maak ik het verschil en word ik in één heel groot als bedrijf. En dus, en het gaat natuurlijk om, hoe doe je dat? Leading change. Ja, en dat is natuurlijk juist dat al die veranderingen in de wereld die nu plaatsvinden, al die mogelijkheden die ontstaan, nieuwe technologieën die op een gegeven moment rijp worden om gebruikt te worden door bedrijven. En dat is continu proces. Ieder jaar worden nieuwe technologieën rijp. Ze zijn misschien al 30 jaar geleden begonnen, maar die worden dan rijp om gebruikt te worden. En wat ga je gebruiken als bedrijf? En hoe ga je daar nou mee om? Want dat is eigenlijk een heel ander soort vraag dan dat de vorige vraag stellen. Mag ik daar iets aan toevoegen, Wouter? Goed punt wat je daarmee aanraakt. Maar het is ook soms de vraag in hoeverre een bedrijf daar klaar voor is. En ik geef even een voorbeeld. Ik zit in de Raad van de Toezicht van een organisatie dat zich bezighoudt met onderwijsvernieuwing. En op het moment dat de eerste lockdown een feit was, dacht ik, yes, dit is eindelijk het moment. En dat is van oudsher een beetje stoffig, niet per se heel erg innovatief. Dacht ik, dit is het moment waarin ik mijn toegevoegde waarde kan aantonen. Omdat men toen echt ging van, we gaan lesboeken doorvertalen naar PowerPoint. Waarbij ik zei, je moet meer denken aan digitale leeromgevingen, breakout sessies, et cetera, in het kader van innovatie. Echt. Elk plan wat ik daar toen ter tafel heb gebracht, 10 van de 10, allemaal gekild. Dus het zit hem soms ook in de mate waarin een bedrijf of een board waar je onderdeel van uitmaakt, ook bereid is om de sense of urgency te zien, mee te willen innoveren of daadwerkelijk te denken, dit biedt kansen. Want ik zag allemaal kansen, maar iedereen had zoiets van, dat is diegene weer met de chronische gebrek en aandacht, laten we haar even stoppen. Ja, dus het is soms, weegschaalmodel. En het niet zien van de mogelijkheden door de board is feitelijk iets wat het bedrijf tegenhoudt. Ja. Precies. Ja, ik wil ook wel wat toevoegen. Kijk, ik ben het eens dat innovatie niet het doel is, maar het middel. Dus het past inderdaad bij de strategie en het is een middel wat je hebt om je delivered strategie uit te voeren. En zo is dat bij ons ook. Kijk, wij zitten in een consoliderende markt, dus we moeten innoveren, we moeten diversificeren. Anders dan race to the bottom. Maar hoezo moeten? Nou, omdat het werkelijk waar een race to the bottom is. En het product wel eens voor nul op de markt zou kunnen komen. Ja, en dan heb je natuurlijk helemaal geen verdienmodel meer. Hè. Dus er zit een push om na te denken over een ander verdienmodel. Of eigenlijk andere diensten waardoor je andere revenue genereert. Dus dat is één. Twee, kijk, de wereld waar wij in zitten, het internet en alles wat daarmee te maken heeft, Google werd al genoemd. Het begint een beetje zo'n tegenbewegingen. Ik ben ook niet per se een fan, een soort tegenbeweging te ontstaan van, moeten we dat nou wel willen, al die dat graaien van die data. En wij zitten nu in een aantal initiatieven waar we echt aan het nadenken zijn over, hoe ga je nou om met het delen van data? En hoe kun je nou meer regie bij de gebruiker leggen of de eigenaar daarvan? Zeker. Of wie is eigenlijk de eigenaar van die data en hoe verbruiken we dat dan? Ja. En dat vertaalt zich direct bijvoorbeeld naar de zorg of naar het onderwijs, want dan heb je te maken met privacy, heb je te maken met zeer gevoelige informatie. En daar zijn we dus met zeer innovatieve ideeën bezig
Alleen ja, onderwijs, zorg, dat zijn niet per definitie organisaties zeggen, oh, laten we eens 200 ideeën proberen en 198 keer falen. Nee, maar dat hoeft ook niet per se. Maar dit is wel een goed voorbeeld, vind ik, van ook hoe je kan innoveren inderdaad. Want ik geloof ook dat er nieuwe trends komen. Aan de ene kant heb je gewoon de legal wetgeving in de EU die veel strakker wordt, gelukkig maar, op het gebied van data. En aan de andere kant vragen de consumenten het. Die willen gewoon de privacy. Hebben ze een belangrijke trend. Dus dat geeft gewoon nieuwe businessmodellen en verdienmodellen en mogelijkheden. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Ja. Daar ligt wel een rol voor de board. Hè? Ik ben van mening dat innovatie niet per se zeg maar een subject is. Ik zie het meer als je hebt als organisatie te maken met de randvoorwaarden die ook door de maatschappij en ontwikkeling gedicteerd worden. En dat is inderdaad privacy, dat is databescherming, datasoevereiniteit, menswaardigheid van de algoritmes die je gebruikt. Daar zitten legal aspecten aan. Dus, en dat is dan meer mijn terrein, wat ik dan heel goed begrijp. Dus ik zie de kop van innovatie in de boardroom, zie ik vooral zeg maar dat je de juiste onderwerpen op de agenda zet om daar vanuit wat gaan we daarmee doen? Wat betekent dat voor onze organisatie? Welke rol spelen wij daarin? Vind ik een heel belangrijk gesprek. Ik denk niet dat iedere organisatie, om het ook wat grijpbaar te maken voor organisaties die, en ondernemingen en ook publieke organisaties die niet per se in een hele harde sneltrein zitten, zoals het onderwijs. Aan de andere kant gedwongen worden door omstandigheden om in de sneltrein te stappen. Dat daar vraagstukken liggen die gewoon elke keer weer terug moeten komen. En dan heb je een veel bredere agenda gemaakt voor de board dan dat je het alleen maar innovatie noemt. Nee, goed, mijn punt is veel meer, het gaat zo snel dat je moet constant innoveren om te kunnen differentiëren, hè, om je bedrijf, de continuïteit van je bedrijf. Het moet de focus zijn van de core van je business, Het kan niet anders de core van je business zijn, maar verder ben ik het uiteraard met je eens. Vervolgens, dus de eerste vervolgvraag natuurlijk, op welke domeinen kies je? En wat kies je short term? Wat is je eerste horizon, tweede horizon, derde horizon? Bijvoorbeeld om dat model van McKinsey maar even aan te houden. Maar je kan ook andere modellen kiezen. Maar die domeinen, oftewel je grote visie, die zal wel vanuit de board moeten komen om vervolgens dat in je bedrijf te kunnen gaan invullen. Maar loop je bijvoorbeeld wel eens tegen de vraag of de opmerking aan van we hebben geen geld voor innovatie? Dat hoor ik wel regelmatig van ons primair proces is dit. Ja, innoveren, geen tijd, geen geld en geen energie voor. Ja, dat natuurlijk is nog wel een hoop verandering, denk ik, in Nederland te bewerkstelligen. Ja, want daar kan je geen enkel argument tegen inbrengen. Dat is dan zit ik daar behalve dat je volledig failliet gaat. Ja, of ontslagen wordt, zoals ik, hè, weet je. Nee, maar ook daar, kijk, diezelfde is een soort afgeleide van de discussie rondom de noodsteun, corona en dergelijke. Hadden we dat wel moeten doen, niet moeten doen? Hadden die bedrijven niet gewoon kapot moeten gaan? Misschien kun je zo'nzelfde soort discussie wel voeren over innovatie. Als je dus niet in staat bent om te veranderen, niet in staat bent om mee te gaan met de vraag. Doe je er dan nog wel toe? Ben je dan nog wel relevant? Nou, en dat is natuurlijk een vraag die wij onszelf ook stellen. Wij denken dat we relevant zijn gewoon vanuit het verzorgen van een internetdienst. Ja, als de race to the bottom is dat het niks meer mag kosten, is het dan nog wel relevant? Of ja, en heb je een concreet voorbeeld van een bedrijf wat bijvoorbeeld niet meedoet in innovatie, waarvan jij dan nu zegt, dan doe je er eigenlijk niet toe. Ik probeer even, want dan al gisteren met Antje zaten weer te denken, welke bedrijven hebben allemaal IT voor, en hoe zit het met innovatie? Maar kwamen niet tot een bedrijf of sector die niet geraakt zou zijn door de snelheid waarin we nu... Kan jij wel noemen? Nee, maar dus, ik ben het eens, maar ik denk ook... Dus die snelheid geeft een druk, dus geeft bij mij ook onrust. Nee, dus de sense of urgency is absoluut groot. De age of flux. Maar, snelstroom. Ja. En ik voel me er nog een soort van prettig in dat het lekker verandert en kan je leren, allemaal dat soort termen. Ja, aan de andere kant, weer de zorg en onderwijs. Ja, die werken toch in een ander tempo dan ons. Ja. Maar zorg innoveert wel uiteindelijk. Maar zorg innoveert wel. En jij noemde onderwijs waar het dan niet gelukt was, maar in de zorg is ineens zorg op afstand. Of in ieder geval intakegesprekken en dergelijke, is ineens wel geaccepteerd. Dat is al 20 jaar lang mogelijk. En nu ineens, omdat we allemaal thuis zaten, kon het wel.
Dus soms heeft het ook echt gewoon te maken met iets wat in de markt gebeurt. Ja, ingehaald worden door de werkelijkheid, zou ik dat dan dus, noemen. En dat je dus inderdaad moet. Nou ja, en dat is niet meteen altijd de beste, hè, want dat had 20 jaar eerder ook al gekund. Leuke boordvraag. Maar als het dan gebeurt, dan moet je wel klaar zijn om dat vervolgens te kunnen. Ja. Nog even heel kort, want we lopen tegen het einde van onze sessie, maar nog even een leuke boordvraag. We zijn allemaal als bestuurders en toezichthouders geconfronteerd met COVID en thuiswerken. Iets wat niet kon in ene wel. Ja. En nu zijn we terug aan het komen en ik hoor om mij heen dat meerdere bestuurders graag willen dat een aantal dingen weer worden zoals ze waren. En de mensen op kantoor en op het bedrijf en op de organisatie aanwezig zijn, zodat er zichtbaarheid en contact is. Volstrekt belachelijk. Een heleboel werkneemers willen dat helemaal niet meer. Die hebben nieuwe rechten verworven en die gaan ze niet meer teruggeven. Stond in de file van de week richting, waar ging ik heen? Oh ja, Amsterdam, dinsdag, komend uit Rotterdam. Dat ik echt dacht, wat? Dat was echt de lengte van pre-COVID. Dat ik dacht, maar we gingen toch allemaal toch minimaal 2 dagen thuis blijven werken. Waar komen die files ineens allemaal vandaan? Ja, nee, ik vind het echt volstrekt belachelijk. Wat zeg je? Ja, blijkbaar. Ja. Gewoon, maar dan ook echt 20 kilometer lang, zeg maar. Ja. Nou ja, ook daar denk ik dat het niet alleen maar... Ik wil best geloven dat er borden zijn die dat hebben. Ik ken een voorbeeld waar inderdaad nu ze in de komende weken toegaan naar weer 5 dagen kantoor tot het einde van het jaar, want we willen weer verbinding en daarna gaan we dan wel kijken hoe. Je hebt toch ook verbinding online? Dat is niet omdat je fysiek naast elkaar zit en elkaar kan aanraken. Ik onderschat niet hoeveel mensen, medewerkers, sorry, een board wel eens en ook mensen, hoeveel medewerkers ook weer naar kantoor willen. Ik geloof namelijk wel dat online, en ik doe dat al 25 jaar, online en remote werken, heeft het wat effectiever gemaakt. Maar het is ook allemaal transactioneel geworden. En de hele sociale smeerolie van in een meeting waar iets misgaat, even binnen 2 minuten bij het koffieapparaat, waarom zei je dat nou? Ja. Of is het niet goed? Dat wordt ineens een telefoongesprek van 1 kwartier, 2 uur later, waar je allebei eigenlijk niet meer weet waarom het... Maar dat betekent niet dat je dan terug moet naar een situatie waar je vijf dagen per week naar kantoor. Maar je moet dus wel nadenken als board wederom, hoe ga je nou organiseren dat die sociale samenhang er wel is, om te voorkomen dat je echt alleen maar transactioneel als vreemde met elkaar... En je de prikkels en het contact en de verbinding in je organisatie... Dat is ook een soort van overprikkeling. Hè? Ik had echt na een halve dag kantoor weer error, dat ik het gewoon niet meer gewend was. Ja. Zoveel mensen inderdaad. Ik moet ook wel inkomen nog steeds. Hoor. Heb jij daar een verschil in bemerkt? Dat eerst iedereen in de war thuiswerken, toen allemaal halleluja thuiswerken. En ik hoorde in de vorige sessie, we zijn door COVID 7 jaar versneld in onze innovaties. En nu weer terug, dat er een soort drempeltje aan het ontstaan is. Is dat zo? Of misschien in de zaal? Dat denk ik ook. En dat zie je trouwens wel bij veel veranderingen. Dat je eerst heel hard omhoog gaat en daarna ga je weer even naar beneden. En daarna kom je op een plateau uit. Dus ik denk dat het een logische ontwikkeling is, maar ik geloof wel dat je niet meer teruggaat naar het oude. Ik geloof wel dat je gewoon naar een hybride vorm van werken gaat. Ja. Zou moeten gaan. En dat zou ook moeten, ja. Ja. Bewust naar kantoor om met elkaar in de greenhouse en creatief, conceptueel, effectief dingen te verzinnen. En het is ook gewoon leuk, ook belangrijk in je werk. Ja, en vooruit te kijken. Zijn er in de zaal nog opmerkingen over reflecties ten aanzien van innovatie in de board? Goeiedag, Brigitte Paulus van Beter Business. Ik denk over het laatste punt moet je niet denken van, zitten ze in de auto, wanneer zijn ze op kantoor? Maar je moet de functies en het doel waarom je ergens bent, dat moet je opnieuw definiëren. Want anders, als ik denk dat mailtje kan ik thuis doen en dan moet ik nu op kantoor doen, denk dat daar een frictie zit. Maar als je denkt, hey, zoals u zei, ik ga met elkaar brainstormen of er komt een goede spreker of iets dergelijks, dan heb je weer een noodzaak om samen te komen. Dus volgens mij moet je het design van je werk opnieuw bespreekbaar maken. Design van je werk, ja, oh, I love it. Heel goed. Daar ben ik helemaal voor. Nou, we praten nog eens verder. Ja, nee. Fantastisch. Ja, persoonlijk deel ik dat. Wat ik zeg, ik heb heel veel gereisd, waardoor je noodzakelijk al veel remote werkt. Dus al lang, net als met de telehealth, zeg maar. Ja, telewerken kon al veel langer natuurlijk. Maar ik geloof wel inderdaad dat je meer na gaat denken over hoe organiseer je nou het werk en waarvoor moet je dan bij elkaar zijn en waarvoor niet. Dus dat je daar ook productiviteitswinsten zou kunnen halen. Maar ik denk dat we niet moeten onderschatten dat we allemaal sociale wezens zijn. En dat sociale aspect toch stiekem wel heel belangrijk is, ook voor een onderwerp als innovatie. Maar dat is toch niet te vatten in een minimaal aantal uren dat je... Ik vind het niet. Nee, ik krijg bijvoorbeeld een mail van de opdrachtgever, we willen dat iedereen weer 2 dagen per week op kantoor komt zijn, dat ik echt dacht, om wat te doen.
Ja, maar ik deel dat met je. Alleen als ik dan binnen mijn niet mijn directe management team of mijn board, maar daarbuiten kijk. Nou, zijn er toch een flink aantal mensen die ook zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel prettig om dan op vaste dagen op kantoor. Om weer dit koffiegewauwel. En mijn antwoord is dan, maar ja, dan ben jij er op dinsdag en donderdag en je collega is er op woensdag en vrijdag en dan zie je elkaar nog niet. Nee. Dus laten we het nou organiseren over de afstand, wat is het doel van de meeting. En, ja. Nou, maar ook daar zie je dus dat de verschillende mensen, verschillende culturen, achtergronden, leeftijden, ja, ook hier weer doorheen heen duwen. Dus ja, mensen blijven toch gewoon gewoontedieren. Hè? Net zo goed als het flexwerken uiteindelijk toch volgroeit met plantjes en foto's en eigen plekjes en een vaste verdeling in de kantoortuin. Ja. Nou, maar toch, ik voel daar wel heel sterk bij dat je met elkaar, hè, terug weer in die board, ook deze vernieuwing, hè, dat hybride werken en dat anders werken, ingezet door een pandemie, maar met nieuw verworven positie van de werknemer die ook mede bepaalt in welke vorm hij werkt, dat echt een gesprek moet zijn, omdat je elkaar moet kunnen ontmoeten, dat je efficiënt met elkaar kan werken in productiviteit, maar dat je ook met elkaar creatief kan zijn. En dat je ook waakt over je mensen. Precies. Vind ik een heel duidelijk gesprek vanuit de boardroom, dat je erover nadenkt wat zo'n grote verandering, impactvolle verandering, met je mensen doet. Nou, het is wettelijk bepaald. Ik ben als bestuurder verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn mensen. Ja. Dus ook als ze thuiswerken, moet ik zorgen dat dat op een manier gebeurt dat ze veilig, vertrouwd, doen we dan op. Zonder dat ik achter de drempel mag beslissen hoe dat is. Maar ik heb daar een verantwoordelijkheid. En dat er ook nog een stukje nieuwsgierigheid en spontaniteit behouden blijft. In plaats van dat we ieder telefoongesprek gaan plannen. Ja. Want dat doen we via Teams. Dus we kunnen alleen nog maar video bellen. Je kan niet elkaar gewoon eventjes opbellen. Dus, het begint bijna te verdwijnen. Hey, takeaways, want we moeten volgens mij afronden. Hielke, heb jij nog een last comment of een belangrijke opmerking te maken met betrekking tot innovatie? Sowieso bij jou de opleiding volgen natuurlijk. Nou ja, dat kan inderdaad. Dat is hartstikke leuk. We zijn inderdaad bij de Erasmus inderdaad met een nieuwe opleiding begonnen. Dat is een executive program. Echt voor CIO's, CTO's en CDO's. Dus echt mensen die op dat niveau al zitten. En het programma wordt vandaag gelanceerd. Dus daar kan je gewoon online bekijken. En dat wordt echt een heel erg leuk programma. En dan de takeaway is natuurlijk, hey, we hebben het heel erg over verandering gehad. En over nieuwsgierigheid, curiosity. En wat daarbij hoort is natuurlijk constant jezelf ontwikkelen. Dat is dezelfde, dat is ook de reden waarom ik van na 20 jaar CTO ook naar de universiteit ben overgestapt. Ook een verandering voor mijzelf. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Maar het is ook leuk om zo'n programma te volgen. Dus dat kan je online zien. Ja. Helemaal te gek. Van harte gefeliciteerd daarmee met de lancering van het programma. Ja, ik ben super nieuwsgierig. Cool. Mary Jo. Ik zou bijna willen zeggen, want we hebben het gehad over een aantal aspecten ook van innovatie. Het lijkt nu net alsof er vanuit bovenaf altijd gestimuleerd werd om te innoveren. Maar dat innovatie ook vooral iets is wat ontstaat in je hoofd, waardoor je 's nachts wakker wordt en denkt ineens, oh ja, ik heb een goed plan. Dus laten we het vooral niet in beton gieten en heel erg gefocust blijven of dat in elke board per se geïnnoveerd moet worden. Maar dat het ook vooral iets spontaans moet zijn en dan uiteindelijk iets bij moet dragen aan waartoe je vindt dat je met je organisatie op aarde bent. Dus vergeet vooral de spontaniteit in innovatie niet. Dus dat is het enige wat ik ervan nu nog denk van wellicht, ja. Je kan nou eenmaal niet alles in een vast vergaderschema vatten. Nee, in een teamsmeeting zeggen, et cetera. Het kan ook spontaan 's nachts ontstaan als je te veel gedronken hebt of niet gedronken hebt, wat je wil. Ja. Peter? Ja, wat kan ik nog toevoegen op zo'n... Nou, ik ben het met allebei eens. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Een ander ding wellicht is, ondanks dat er heel veel dingen spontaan als idee ontstaan, het uiteindelijk tot een iets vruchtbaars maken, is ook gewoon keihard werken. Ja. Dus er komt ook gewoon een hoop elbow grease bij kijken om te zorgen dat zo'n idee dan tot een product of een dienst of uiteindelijk omzet en revenue gaat. En dat vraagt dus ook uithoudingsvermogen en een beetje... Ja, een dik voorhoofd om tegen muren aan te lopen en doorheen dik te gaan. Dik voorhoofd, ja. Lekker ladylike. Nee, maar het is, ik denk dat we allemaal de voorbeelden kennen van de ideeën die wel slagen, maar die 198 kennen we vaak niet. Helemaal mee eens. En die 198 zijn net zo belangrijk om die twee tot een succes te maken. En dat is waar denk ik een hoop mensen na idee 2 dan denken, nou laat maar stoppen, want. En doorzetten en niet opgeven. Belangrijk. Wauw. Ik vond het een hele gave boardroom meeting met jullie.
Ik ben me heel erg bewust geworden van hoe jullie daarover denken. Dat je het echt op je agenda moet zetten en erover nagedacht moet hebben. Dat is de bewustwording, hè? Dat je erover nadenkt hoe je innovatie organiseert vanuit je board en vanuit je executives in je organisatie. Dat de risk en de appetite to fail om zoveel mogelijk in die funnel te krijgen. En dat het spontaan moet blijven. En dat je met elkaar ook wel gewoon kan zeggen van we moeten proberen elkaar te verstaan. En als iemand met een hele goede technologische IT-achtergrond iets te vertellen heeft, dat andere boardmembers daar niet zo bang voor moeten zijn. We hebben ook allemaal ooit Frans, Duits en Spaans kunnen leren, dus dat komt best wel goed. En ik merk bij jou dat het een heel bewust proces is waar je dagelijks in aan het sturen bent. En dat de urgentie om te innoveren, zeker in jouw business, heel hoog is. Ja. Ja, ik ben je super dankbaar. Ja. En de volgende sessie. Dankjewel.